we're going to see more change in the next 10 years than we have in the last 100. That's really hard for our brains to understand. You know, can we even imagine what the world was like 100 years ago and think about the change from there to now as being from now to 10 years' time? I mean, that's just a real difficult challenge to imagine. Tijdens mijn leven is er al heel wat verandering geweest in onze wereld. Politieke veranderingen, economische veranderingen en crisissen, technologische doorbraken en versnellingen. We've had time to adjust. We've had time to adapt. And we haven't got that time and that luxury anymore. Things are happening so quickly, we've got to catch up with that curve. Het gebeurt op dit eigenste moment. Bestaande jobs vallen weg en zullen door nieuwe vervangen worden. De toekomst gebeurt nu. De impact van technologie, de impact van demografische veranderingen, de impact van globalisatie en klimaatverandering. We moeten het onzichtbare zien en geloven in het ongelooflijke. I've heard it said so many times that the only thing that is always there is change. And that's true, but I think what's very different about this era is change is accelerating. So our ability to be able to adapt in an uncertain environment is going to be more critical now than ever. Hoe we omgaan met deze onzekerheid, hoe we reageren op deze veranderingen, zal cruciaal zijn voor het overleven van onze soort. Vaak hoor je bedrijven en mensen zeggen van ja, we hebben het altijd zo gedaan. Ik denk dat we allemaal de ervaring hebben of de kennis hebben van Kodak. Die niet gevolgd is in de vernieuwing en die zich niet aangepast heeft. Anderzijds hebben we bedrijven zoals Amazon en nu eigenlijk naast de boeken een totaal concept georganiseerd heeft. Dit is niet nieuw. We hebben ons altijd al moeten aanpassen. Dit is een inherent deel van ons mens zijn. Het feit dat we nu zo ver staan met het menselijke ras bewijst dat de generaties voor ons bijzonder adaptief waren. Hoe kunnen bedrijven zich aanpassen aan de veranderingen die zich momenteel voordoen? Ze hebben de grootste hefboom en de meeste resources. Als we bedrijven en teams kunnen empoweren om aan de slag te gaan met adaptiviteit, dan hebben we wel heel wat om optimistisch over te zijn. So in order to improve anything, you have to measure it. So when we started to look at adaptability as a key component, and everybody saying, ah, this is the thing, this is what we need to unlock and understand to thrive in the future. Ja, ik kan me natuurlijk zo goed en zo kwaad mogelijk voorbereiden voor een expeditie, maar net zoals in het dagelijkse leven of in het bedrijfsleven, moeten we ons kunnen aanpassen. En dat geldt voor u, voor mij, voor de chirurg, voor de schoenmaker. Dat is nu helemaal oké. Via ons assessment krijg je een adaptiviteitsscore en een profiel. Dat is de basis om aan de slag te gaan en in actie te schieten. Maar waar ze bijzonder enthousiast over zijn, is dat we tegelijk meten hoe het team met verandering omgaat en in welke mate ze klaar zijn om nieuwe dingen te leren of bestaande dingen af te leren. Het werk dat Rudy en Tim in Benelux doen en Mike en Ross in UK doen om adaptiviteit in kaart te brengen, om adaptiviteit in bedrijven, organisaties en bij individuen te laten evolueren, ja, is heel belangrijk in de wereld waarin we ons bevinden en is heel belangrijk om de evolutie van de bedrijven verder te blijven ondersteunen en is een echte doorbraak. I think adaptability is one of those essential skills for the future. You got to have great IQ, you got to have EQ, but if you don't have your AQ now for the future, you're not going to stand out. You set your mindset towards it as you learn and build that muscle. It's something that everyone needs to focus on through life. I mean, I believe we're here to work together, to support each other, to innovate, create a better world, and it's changeable. You know, adaptability is something you can grow. It's like a muscle. Adaptability is a magic key to abundance.